Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hip hip hoera? We zingen een vrouwelijk liedje. Klap in je handen, hop sa sa. Tjongejongejonge, is het al begonnen? Heb je wel eens een leverworst gewonnen? Hip hip hoera. Thea, Thea. Ah, ah, ah. Hey, Gert, naar de rug. Ja, zult u wel veel zweten dan, hè? Ja, oh, kom bij u, hoor. Even deze patiënt wegwerken. Ja, slikt u die zetpillen wel? Ja, nou, weet u wat u doet? Komt u overmorgen maar even langs tijdens de lunchpauze, hè? Dan moet u niet via de patiënteningang. Nee, dan komt u maar eventjes via de fietsenkelder naar binnen. Ja, hoor, dag, mevrouw Hofman. Ja. Ja, dag, sorry hoor, ik ben professor Zuurbekje. Hartelijk welkom hier in mijn florerende praktijkruimte. Ik heb mij momenteel gestort op de psychiatrie en wel op de hypnotherapie in het bijzonder. Een eigen therapie die ik ontwikkeld heb. Ik hypnotiseer als het ware mijn patiënten. Dat zijn overigens uitsluitend middelbare vrouwen uit en rondom het Mataveraplantsoen. Die hypnotiseer ik door middel van borstoplegging. Ik roteer de borsten van de dames rond, zodat zij gehypnotiseerd worden. Ik breng hun terug naar hun jeugd, zeker hun vorige leven. En daaruit blijkt meestal hoe het komt dat sommige patiënten een angst ergens voor hebben of zoiets. Goed, volgende patiënt. Thea, je moet. Volgende patiënt. Ja. Ik ben Hans Aarsema. Ja, goedemiddag, dokter. Hé, mevrouw Aarsema, komt u er even bij? Gaat u comfortabel zitten, pak ik uw kaart er alvast bij. Hoe gaat het ermee? Nou, het gaat niet zo best, professortje. Ik heb precies gezegd wat u deed. Ik heb die zetpillen ingenomen en laten smelten onder mijn tong. Maar ik ga er best achter van boeren. Ja. Oh, vervelend. Ja. Dan schrijf ik er gelijk even bij op uw patiëntenkaart. Gaat beestachtig boeren na inneming medicamenten. Zo. Oh, hoe gaat het trouwens met uw angst voor kaas? Oh, ja, nou, die is nog steeds verschrikkelijk. En vooral sinds die kaasboutiek bij mij aan de overkant geopend is. Het stinkt verschrikkelijk op het hele Batterzoen. Batavierenplassen. Ja, en ik krijg een vreselijke uitslag ook daarbij op de onderbenen. Oh, wilt u het even zien? Mag ik daarvoor bedanken? Dank u wel, mevrouw Aarsema. En verder? Nou, verder heb ik verschrikkelijke angst aanvallen, hè? Dat ik over op straat loop. En dat ik dan bang ben dat ze achter me lopen met busjes, Zwitserse kaas. En dat ze dat dan in mijn gezicht willen gooien. Ja, ja, u heeft duidelijk angst voor buitenlandse kaas. Ja, precies, dokter. Ja, goed dat u dat zo zegt. Maar het is vooral dan angst voor buitenlandse kaas. Voor kaas uit het Alpengebied, zou ik maar zeggen. Hoe zou dat? Nou, ja, ik ben er gewoon panisch voor. Ik ben er gewoon bang voor. Ja. Weet u wat wij doen, mevrouw Aarsema? Ik geloof dat het tijd wordt dat wij mijn nieuwe therapie op u toe gaan passen. Mijn nieuwe hypnotherapie. En ik ga u behandelen door middel van een roterende borstoplegging. Roterende borstoplegging. Gaat u even mee naar mijn patiëntenkamer? Loopt u maar mee, hoor. Wat heeft u hier weer leuk geborduurde kussjes, professor? Het is elke keer wat anders, hè? Ja, het is maakt ze zelf nog ja, steeds. Ja, ik borduur me suf. Ja, hoor. Gaat u maar liggen. Zo, ontspan u maar. Gaan we nu even de acryljas losmaken. Zo. Rustig ontspannen en begin ik nu met mijn borstoplegging. Heel professor. U heeft van die lekkere warme, haast mannelijke doktershanden. Ja, concentreert u zich alsjeblieft niet op mijn handen. Concentreer u op uw navel.
Het fijne van deze therapie is dat de dokter zichzelf ook lekker gaat voelen door al dat woelen. Concentreren. Een foto al is, mevrouw Aastema. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Concentreer u, alsjeblieft. Uw oogleden worden zwaar. Uw wangen rusten naast uw oorlellen. Voelt u al iets? Annie, twee violen, een trommel en een fluit. En ons Aarsema is jarig en de vlag hangen uit. Oh, hoe oud bent u nu, mevrouw Aarsema? Ik ben 3 jaar. 3 jaar? We gaan verder, we gaan verder. Verder terug in uw leven. Uw bekken rust zwaar op mijn geborduurde kussens. Wat voelt u nu? Ik bevind me in een donkere en tochtige ruimte. Ik dobber rond. Oh, u bent werkelijk waar volgens mij terug in de baarmoeder. We gaan verder. Concentreer u. Waar bent u nu? Wat zagen ze? Dat klinkt Duits. Dus even kijken hoe dat... Oh, ik geloof werkelijk waar dat er een wonder geschied is. Ik geloof dat Ans Aarsema maar terug is in haar vorige leven. Wat zagen ze? Klinkt Duits. Waar bent u nu, mevrouw Aarsema? Zing de zorgen van u af. Kuk, 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 kuk. Hey, jolla, jolla, hey. Kuk, 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 kuk. Hey, jolla, jolla. Kuk, 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 kuk. Hey, jolla, jolla, hey. Kuk, 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 kuk. Hey, jolla, jolla, hey.